Hey mensen, je kijkt naar Spooky Sissy Delft en welkom bij een nieuwe aflevering van Ratchet & Clank. We moeten dit kapot maken en dan komt Mr. Zircon weer en die moeten we dus verslaan. En ik weet het al, jullie lopen al 2 weken te zeggen dat de bazooka, dat je daar meerdere kogels vanaf kan doen. Maar ik weet niet eens wat de bazooka is, maar volgens mij bedoelden jullie de Predator missile. Dat jullie dat bedoelen, die Predators. Daar gaan we weer... Ik vind dat zo grappig. We gaan het nu maar eens proberen te halen. Vorige keer faalden wij. En ja, dit is een playthrough, dit is geen walkthrough. Dus ik haal ook gewoon al die dingen erin. Want dit is gewoon hoe ik het spel speel. Lekker gezellig. En we hebben nu ook natuurlijk weer de volle guns. Maar ik denk dat jullie het over deze hadden. Dat als je die ingedrukt houdt... Ho. Nou, doe nou die kant op. Dat je dan meerdere kan afspelen. En bam! Ja, I get it. Uh-oh. Bam! Woehoe! Hoe gaan we haar pakken is de vraag. Nou ja, dat waren al onze kogels. Mr. Zircon. Ja, yo. Mag ik hier op? Ah! Shitzooi. Ze schiet best wel vaak. Het is ik vind het redelijk moeilijk soms. Nou ja, maar we hebben hier de Warmonger. Uh-oh. Ik ga wel naar haar toe. Ah nee, niet dat. Dat vind ik echt zo irritant. Dus daar gebruiken we gewoon eventjes andere dingen voor. De Groovitron. Ach, why not. Ga maar dansen. Hoppakee. En wat doen we dan? Dan doen we de pixelizer. Oh yes. Hoppakee. Hoppakee. Wow. Doe even normaal, joh. Al die stomme Mr. Zircons. Oké. Wij doen ook een Mr. Zircon. Oh shit, ik heb de verkeerde knop weer. En fusion grenades. Huh. Kut. Kom hier jij. Uh-oh. Pakken het leven. Hoppakee. Nu zijn die levens er nog wel available. En dat was dus wat wij de vorige keer heel erg het probleem hadden. Dat was... Dat dat niet bestond. Jemig. Ik moet denk ik weer eventjes ergens naartoe. Oh my god. Kom maar. Hoe gaan we dit doen? Plasmastrijk? Ach, why not? Ah nee. Oh shit. Ik denk ik ga iets anders proberen. Maar dat was niet zo slim. Kom maar. Level up plasma strijken. Oké. Okay. Het is so much. Uh-oh. Wegwezen. Oké. Maar hier hebben we dat. Kan ik hierin? Daar kan je in. Oh my god. Veel health en ammo kan je vanaf daar doen. Dat is wel fijn. Dat wist ik niet. Dat is wel handig. Ze is 52%. 49%. Ah, daar gaat ze weer. Oké. Maar we weten nu hoe we die makkelijk kunnen uitschakelen. Door middel van de Groovitron. Want dat zijn dus die! Wow. Goed. En dan doen we de pixelizer. Nee, de pixelizer. Oh, ik zit met de knop in de weer. 1, 2, bam! Zo, ik weet niet wat ze aan het doen is. Ah. Bots. Oh, wow.
Dan ging hij nog even. Oh, nog meer. Oh, man. Maar dus, we kunnen gewoon hierheen. En we kunnen onze held weer refillen. Dankjewel. Dankjewel. Maar dus ook deze dingen. Oh my god. En deze, de Predator Launcher, die vond ik wel fijn. Wow, 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 wow. Daar gaat iedereen. Bam, 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 bam. 41%. Come on. Dit is best moeilijk hoor. Dit is best pittig. Maar we gaan dit doen. Je moet die palen gebruiken, hè. Ik doe wel even zo. Dat was de laatste dag voor die... Oh shit. Dat zien we aankomen. Helaas wel. Oké. Okay. Ah, oh, daar gaan ze weer. Oké, daar gaat hij weer. Maar dit keer schiet hij heel snel. Die dingen. Oh, wat wij gewoon doen. Je kan hij ons toch niet raken? Kan zij ons toch niet raken? Nog niet genoeg voor die busblade, maar dat maakt niet uit. We have to find drag... ja, ik snap. Kom dan. Die ga je toch niet aanzien komen. Ja. Het is gelukt. Pixelizer. Ah, maar kijk. Oh shit. Daar gaan we weer. Oh damn, het zijn er zoveel. Maar we hebben weer onze Predator launcher. Oh shit. Pyrocytus, nee. Ik ga nu helemaal in de war. Oh, ik moet wel blijven richten. En pam. En pam. Oh shit, nee. Are you kidding me? Nee. Ik heb niet opgelet. Oh my god. Ik heb niet opgelet. Oké. Dit wordt een big aflevering. Oh my god. Ik let er niet op hoeveel procent ik nog had voor mijn pret. Oh my god. I am such a fool. We waren er bijna. Oh. Hoe kunnen we dit hebben gedaan, jongens? Hoppakee. Hallo. Oh, daar gaat hij. Oké, Groovy Tron, come on. Come on. We gonna do this. Hallo. Destroy her shield. Her shield is down. Oké. Maar dankjewel hiervoor. Auw. Dankjewel hiervoor. Oh. Dan gaan we hier gewoon heen. En dan doen we die. Auw. Ik bedoel, dan doen we die. Het is leuk dat alles dan op pauze gaat. Daarnaast ga ik maar even meteen refillen. Oh. Hallo. Woe. Gerefilled. Oké, en dan doen we deze weer. Come on, heldhaftig deuntje. Moet lukken. Zevenenzestig procent. Hoppakee. Go get her. Oh shit, we hebben hier geen ammo van. Oké. Warmonger dan. Goed kijken, 72%. Shizzle. Oké. Zo, we levelen alles weer. Is wel handig dit zo. Paar keer deze missie doen en je levelt zo hard. Oké, ik ga gewoon weer hiervoor. Ik ga gewoon voor de safety, weet je wel. We willen door. Ik denk dat jullie ook door willen. Oftewel, we gaan gewoon hetzelfde systeem doen. Nou ja, dat maakt niet uit dat ik daarop ga. Hey, nee. Wat? Ah, oh, dat kan niet meer dan.
Je kan er niet meer refillen. Hoezo niet eigenlijk? Hier was toch één? Er stond stand on the fuel station pad, dat weet ik ook wel. Uh-oh. Waarom werkte dat niet? Ja, nu wel. Oké. Daar gaan we weer. Groovertron. Gooi maar gewoon. Komt het zo goed? Nee, komt niet goed. Ja, die werkt. Zo makkelijk dan. Hoppakee. 38%. 38. 36. Moet je zien hoe snel dit gaat. Een pixelizer is unreal. 33, 32, 31, 30, 19, 18. Ik bedoel, 29. Oh shit, en ze gaat meteen door. Wow, daar ging mijn hart, jongen. Auw. Maar nu hebben we weer een pixelizer. Hallo. Wow. Hoppakee. 23. You mad, bro? Are you mad, Mrs. Circle? Oké. We hebben 69%, hè? 69%. We gaan daar staan. We gaan kijken wat hier allemaal ligt. Uh-oh. Waarschijnlijk ga ik nu dood. Nope. En let's go. Go. Bam. 30%. We gaan het nu halen. Uh-oh. We gaan het halen. Ik weet het gewoon dat we het gaan halen. Uh-oh. Is dat nog de laatste keer dat ze... Oh nee, dat zijn allemaal zirkels. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ja! Ja! We did it! Oh, wat weinig van die bots. Zircon Family Values. We hebben de familie eindelijk verslagen. Damn. Sorry dat het zo moeizaam ging voor de mensen die denken, Sander. Maar ik vond dit wel echt super leuk. Dit was echt heel cool. Holy hell. We gaan eventjes hier refillen. Even rust pakken. Dat is meteen een goede binnenkomer van het begin van de week. Dat is een hele goede binnenkomer. Van het begin van deze week. Man, oh man. Dan kunnen we nog even rondkijken. Zij is daar. Ach ja, dan gaan we hier doorheen. Let's do this. I'm gonna take care of this lock. Oh nee toch, daar gaan we weer. Dit is een dubbele. Oftewel, zo zou die op beide zitten. Deze kunnen we daar doen. Oké. Maar die... Daar hebben we hier nog één. Maar als we die... Daar doen, dan wordt daar iets geblokkeerd. En dan hebben we hier nog één. En als we die daar doen, dan werkt die gewoon. Oh shit. Deze moet nog hier. Wow. Dat past serieus allemaal net. Nou, hebben we in één keer goed. Netjes. Dat is goed. Ja, yeah, we're in, come on. Oké, dan krijgen we weer een klein stukje van de film. These are plans for something called... Plans for a deplanetizer. Ze willen een planeet deplanetizen. Waarom wil die planeet vernietigen? Hij wil ze niet vernietigen. Maar hij wil ze samenvoegen. Tot één grote planeet. Hij wil de perfecte planeet maken. Oh, damn it. Daar hebben we zo'n Mr. Zircon. You don't even have my email! Uh-oh. Ja, en toen hadden we hem gepakt. Toen hadden we hem gepakt. Hij zat constant achter Kleinkaan. Hij wil Novalis. Uh-oh. Wow, dat zijn nogal veel mensen die doodgaan. Lol. De joke is real. We moeten naar Novalis. Rendezvous and head towards this deplanetizer thingy. Oh god, man. Oh god. Hij wil alles vernietigen. Hij wil alles vernietigen waarvoor staan.
we gotta move. Maar dat doen we de volgende keer. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering van Ratchet & Clank. Hoop dat je ervan hebt genoten. We beat Mr. Zircon. En dan gaan we de volgende keer verder naar nieuwe planeten. Tot de volgende keer, guys. Doei doei! Ah. We made it. En we gaan weer met een trespasser. Daar gaan we weer. Oh my god. Dit is nog wel echt wel een hele grote.